Jorginho Wijnaldum, het was een beetje een slagveld op de training vandaag qua spelers die geblesseerd raakten. Ja, uiteindelijk zijn er volgens mij 3 spelers uitgegaan. En ja, dat maak je wel eens mee op training, hè? De wedstrijd tegen Frankrijk die jullie speelden vrijdag, heb jij voor een groot deel vanaf de kant beleefd, hè? Ben jij een beetje geschrokken van het spel dat je zag? Ja, ik ben wel een beetje geschrokken van het team, omdat we hadden het getraind en toen ging het heel goed. En in de wedstrijd ging het niet zoals verwacht, nee. Jeuken je handen dan als je op de bank zit? Ja, die jeuken altijd al, voordat de wedstrijd begint al. En als voetbal die wil je natuurlijk altijd spelen. Alleen je hebt te maken met de keuze van de trainer. En die koos op dit moment niet voor mij. Dus dan moet ik van de bank toe kijken. Nu de wedstrijd tegen Engeland op Wembley. Mooi podium. Ja, heel mooi. Heel groot stadion tegen een groot land. Dus ja, dat is een mooie wedstrijd. Heeft het voor jou nog een speciaal tintje spelen in het land waar je tegenwoordig werkzaam bent? Ja, zeker. Zeker een mooie tintje, maar dat was ook tegen Frankrijk. Omdat Moussa Sissoko daar speelde, dat is ook een teamgenoot van mij. Dus ik vind eigenlijk dat als je tegen grote landen speelt, dat is sowieso al een speciaal tintje heeft. Dus, maar in het land waar je speelt is het denk ik extra bijzonder. Ja. Engeland, ben je daar inmiddels helemaal ingeburgerd? Ja, toch wel. Ik kan mijn weg vinden daar en ik vermaak me wel daar. Lekker Engels ontbijtje af en toe? Nou, ik doe het Nederlands eigenlijk. Ik zie wel, ik zie de jongens op de club wel Engels ontbijt nemen, maar dat durf ik niet aan. Ik hou het gewoon Nederlands. Zijn er toch ook dingen waar je tegenaan loopt, aanpassingen die je moet maken? Ja, het is toch een heel ander land natuurlijk. Nou, voetballend gezien eigenlijk niet. Het is natuurlijk een andere situatie. Vorig jaar met PSV speelden we bovenin. Nu spelen we onderin. Dat is denk ik de grootste verandering die er is. Maar qua leven kan ik me eigenlijk prima vinden daar. Je zegt het al even, spelen onderin. Je had het je sportief waarschijnlijk wel iets anders voorgesteld? Ja, natuurlijk. Anders ga je er niet naartoe. En, ik wist dat het moeilijk kon worden hoor, omdat ze een moeilijk jaar hadden. Vorig seizoen. Maar ik heb natuurlijk met de trainer gesproken toen tijd Steve McClellan en met de club. En ze hadden wel een mooi project, een mooi verhaal. En ik was daar in geïnteresseerd. Dus ik had met volle vertrouwen die keus gemaakt. En daar heb ik tot nu toe nog steeds geen spijt van. En daarom, ik ben nog steeds gelukkig daar. Ondanks de resultaten. Neem niet weg dat het beter moet, maar het is niet zo dat ik daar wegpieker of zo. Het is volgens mij ook wel zo in Engeland, hè? Jullie zijn dan in degradatie zorgen als grote club. Dan komt daar omheen ook wel een heel circus bij kijken. Ja, alles komt erbij kijken. Je hebt als eerste supporters, media, de mensen daaromheen. Alles komt erbij kijken natuurlijk. Een trainerswissel nu, Benitez is aangetrokken, een topcoach ook. Waait er dan nu ook een andere wind? Ja, kijk... Ja, het is natuurlijk een nieuw begin dan voor heel veel spelers. Het is weer iets fris. Er komt weer de club binnen. Dus, het is wel een verandering, ja. Zo. Maar waar zit hem dat dan in? Ja, dat er een nieuw trainer is. Iedereen wil zich opnieuw bewijzen. Hij wil anders spelen. Hij heeft natuurlijk zijn eigen ideeën. Dus er zijn wel een paar dingen die veranderen. Kan dat dan ook invloed hebben op jouw rol? Op mij? Op jouw rol? Welke zin bedoel je dat? Nou, op jouw rol in het elftal? Resultaten helpen natuurlijk ook mee. Nee, ik heb wel een goede rol in het elftal. Dus ja. Daar maak ik me geen zorgen om. Nee, want dat zeg je, misschien is het ook wel een beetje dubbel voor jou. Hè? Want sportief vallen de resultaten gewoon tegen. Maar jij persoonlijk springt er op heel veel vlakken wel in positieve zin uit. Ja, ik probeer gewoon mijn ding te doen en te genieten. En dan... ben je op je best. En dat probeer ik elke wedstrijd te doen. Het is wel moeilijk als je wedstrijden verliest, maar dat probeer ik te doen. Dan kan ik waarde hebben voor je team. Ja. Zijn die degradatiezorgen er in dat opzicht ook echt voor jou? Nee, we hebben nog heel veel wedstrijden te gaan. En ik heb nog wel vertrouwen dat het goed kan komen. Dus zorgen heb ik nog niet. Maar ik ben er eigenlijk ook niet eens mee bezig. Omdat ik me gewoon focus per wedstrijd. En ik kijk niet zo ver vooruit. Moeten we eigenlijk ook niet doen, vind ik.
Nog even over je rol bij Oranje. Je bent, als je kijkt naar de spelers, een van de ervaren krachten. Zeker als je naar leeftijd kijkt. Wil jij een belangrijkere rol gaan spelen in dit elftal? Fred Rutte zei ooit, Wijnaldum is de toekomstige aanvoerder van Oranje. Ja, met Gods wil. Natuurlijk hoop je dat ooit te bereiken. En dat is ook iets waar je naartoe streeft. Alleen moet nog wel een hele hoop gebeuren voordat je daar komt. En dat ben ik nu aan het doen. Ik ben gewoon hard aan het werken om mezelf te verbeteren in de dingen die ik niet goed doe. En dus dingen beter maken die ik al goed doe. En dan komt die rol vanzelf. Tot slot, jouw club Feyenoord staat in de bekerfinale dit seizoen. De laatste keer dat het zo was, was jij erbij toch? 2008, ja, klopt. Hadden hem gewonnen. Ja. Hoe kijk je naar de kansen van je oude club op dit moment? Nou, heel groot. Omdat ze spelen in de eigen Kuip. Volgens mij wordt het helft-helft voor de fans. Maar eigen Kuip, supporters, vertrouwd gebied. En Feyenoord heeft gewoon een goed team. Ze hebben geen goede periode gehad. Een periode dat ze 7 keer verloren. Maar Feyenoord moet die beker gewoon winnen. En ik denk ook voor het Nederlands voetbal is het beter. Want ik denk dat hun wat meer kunnen betekenen in Europa dan Utrecht. Niet dat Utrecht een slechte team is. Het is ook een goed team. Ik denk als je Europees gezien kijkt dat Feyenoord wat meer kan bieden dan Utrecht. In Engeland zou die beker enorm leven. In Nederland is het altijd een beetje wat minder. Maar ja, het is wel gewoon een prijs die ze kunnen pakken. Ja, dat heb ik gemerkt. Als je in Engeland een beker wint, dan zijn ze echt bij. En de finale speel je ook op Wembley. Dus het wordt echt speciaal gemaakt daar. En hier is het net als de beker niet echt een grote prijs is. Nou, voor de grote clubs dan. Voor de kleinere clubs die zijn er wel heel blij mee. En die waarderen het ook. De grotere clubs denk ik ook, maar het leeft wat minder. Dus ik vind het nog steeds een grote prijs. Elke prijs is er één, dus ze moeten hem gewoon winnen.